Goedemorgen. Ik heb wat water voor u. Oh. Ben u geschrokken? Ik? Nee. Bedankt. Geen dank. Meel. Overal meel, tot in mijn baard toe. Ik lijk wel een molenaar. Als we verkleed de stad in gingen? Nee. Gewoon als molenaar. Daar vallen we niet op. Nee. Het is veiliger. We hebben een vrijbrief en niemand herkent ons. Ik zei nee. Nee, nee. Wat kam je mijn plan af? Het gaat er toch om buiten schot te blijven? Voor mama is niet nodig. We hebben de vrijbrief en daarmee kunnen we de stad in en uit tot 5 uur. We kunnen beter voorzichtig zijn. Als molenaar met vrijbrief lopen we minder gevaar. En wat moet een molenaar met een vrijbrief? Met vermomming vallen we meer op dan zonder. We gaan weg. Bewaart u dit. Neem je dat niet mee? We mogen alleen ongewapend de stad in. Tot vanavond. Het was 9 uur. Ik dacht dat het... Wat dacht jij? Ik dacht dat het 1 uur later was. Dan dacht je verkeerd. Onze stadsklok wordt altijd precies op tijd geluid. Wat moeten jullie? We hebben zaken te doen. Zo, zaken? Halt, blijf staan. Blijf staan, zeg ik. Jij bent ziek, hè? Nee. Ja, jij bent ziek. Nee. Eruit, zeg ik. Nee. Vooruit. Eruit. Eruit. Jij, wegwezen, jij. Wat? Jij bent ziek. Ja, je bent besmet. Ja, ik zie het. Oh, eruit. Ja, zo. Oh, zo. Wij kunnen zeker wel doorlopen. Eerst je vrijgeleider. Wij, Karel, graaf van Gelre, geven heer Floren en de Sindelaar vrijgeleide voor. Zij dienen voor 5 uur weer buiten de muren van de stad te zijn. Zeg, onbeschofte. Probeer het eens. Probeer het eens. We gaan. Jullie zorgen wel voor 5 uur bij de poort te zijn, hè? We zijn in de stad. Mooi. Ze zitten in de val. Vanavond nog hebben ze in de boeien. Hier. Je weet wat je te doen staat. Naar weg! Dat wil ik niet meer. Daar wil ik geen geld voor hebben. Dan ben je gek.
Daar komen ze. Je haalt toch geen geintjes uit, hè? De deur is open. Morgen. Morgen. U bent een wapensmid? Inderdaad. Ik ben Floris van Rozemond. Ik kom mijn harnas afhalen. Het ligt voor u klaar. Ik heb het voor u gemaakt in de stijl der Milaanse wapensmeden. Mooi. Ziet er uitstekend uit. Pak maar in. Maar wilt u niet eerst passen? Tenslotte heb ik nog nooit de maat van u genomen. We hebben weinig tijd. Maar als ik een fout heb gemaakt, één zwakke plek, dat kan u dood betekenen. Neemt u er de tijd voor? Vooruit maar. Laten we bij het kurhuis beginnen. Zo. Ziet als een grote. Ja, ja. Naar de helm. Het vizier. Wacht, laat ik het even doen. Het zicht is goed. Prima werk. Hé, het zit vast. Wat is dat? Help eens even. Voorzitter, voorzitter, niet forceren. Een ogenblik. Ai, dat ziet er niet zo mooi uit. Beetje olie erbij. Buig eens even. Wacht. Ik zal het wel even doen. Voorzitter. Olie in mijn oor. Die bouwde zijn klomp. Kijk jezelf maar. Man, ik zie geen steek. Die zal gerepareerd moeten worden. Hoe lang duurt dat? Een paar uur. Een paar uur? Ja, dat moet nog hard doormaken ook. Gek dat die helm er net stuk was. Wel erg toevallig. Wat dan nog? Er is wapenstilstand. Tot 5 uur kan niemand ons iets maken. €150. Genoeg? Gaat. Ik kom! Jij weet wat je te doen staat. Ja, wacht maar. Ogenblikje! Heren. U bent Jelle Jellison, de bankier? Ja, wat kan ik voor u doen? Ik wil een wissel verzilveren. Dat kan. Hoe is de naam? Van Rozemond. Oh. Mag ik even de wissel zien? Dank u. Jonker Floris van Rozemond. Ja, dat klopt. 400 Vlaamse ponden. Wilt u dat in één keer opnemen? Graag, en liefst zo snel mogelijk. Ik zal mijn best doen. Carla, is het al 1 uur? Nee. Het is de slag van 11:30.
Zo. Jongeling. Hier stellen. Staat toch op hoeveel erin zit? Jongeman. Wij zijn een oud en betrouwbaar huis. En onze klanten hebben er recht op dat het geld wordt nageteld in hun aanwezigheid. Jawel, jawel, we hebben haast. En veronderstel nu eens dat ik u te veel uitbetaal. Wie betaalt het mij dan terug? Er wordt geteld of ik verzilver niets. Laat hem het tellen. U bent een redelijk mens. Er wordt dus geteld. Eén, twee, drie, vier, vijf, zes, 390, 91, 92, drie. Hé. Hey. Wat nou weer? Als die maar goed is. Ogenblik. Met al die valse munters tegenwoordig. 392. 393. Pardon? 392. Goed, 392. Nee. U zei 393, ik zeg 392. Opnieuw. Dit is te gek. U doet het erom. Ik? Waarom zou ik? Eén, twee, drie, vier, vijf, zes, zeven, 398. 399. 400. U ziet het, wij zijn een oud en betrouwbaar huis. Had het dan meteen gegeven? Hé, wacht even, jongeman. Wat nou nog? U moet nog tekenen. Er gaat niets boven een scherp geslepen pen. Wij danken u voor het genoten vertrouwen. Op last van de gildemeester tot 3 uur gesloten. Gek. Waarom heeft hij er niks van gezegd? Er klopt iets niet. We moeten hier weg zonder je harnas. Nee. Dan blijf ik wachten. Wou jij de deur alvast open doen? Wij wachten hier samen tot het tijd is. Gemaakt. Mooi. 30 dukaten. En wacht even. Nog wat drinkgeld. Hoe vinden mijn bloemen?
bloemen? De bloemen in mijn tuin. Wilt u die niet zien? Ik wil uw bloemen graag zien. Gaat u dan mee? Dit zijn ze. En hoe vindt u mijn rozen? Mooi. Dat daar, dat zijn de mooiste. Die daar. Wat een prachtige bloem. Wat een mooie kleuren. Maar nu moeten we echt gaan. Al over vier. Hoe kan dat nou? Die klok sloeg 3 uur. Ja, ze hebben de stadsklokken nu weer teruggezet. Dan halen we het niet meer. Dan zijn we nooit voor 5 uur bij de poort. Nee, we komen vanavond de stad niet meer uit. Wat dan? We moeten wachten tot morgen vroeg. Kom mee. Morgenochtend hebben we meer kans. Zoek al 2 uur. Opzij. Opzij. Weg van hier. Soms zien we voorlopig niet terug. Wat doen we nou? Wachten tot het donker is. En dan? Slapen. Moet je voelen. Au! Nee, collega. Dat is niks meer. Ik zeg het direct. Dat wordt zagen. Zijn het timmerlui? Dat is zo bloederig. Ik neem liever het mes. Ja. Zijn het slagers? Nee. Hoe wil je dat gat dan dicht krijgen bij die oma? Zonder pijn. Ik wil in het testament komen. Wat dan? We zullen ze voor elke stuiver laten bloeden. Die hadden het alleen maar over geld en bloed. Ze zijn zeker woekeraars. Ben je gek? Het zijn dokters. Dokters? Wat is dan het verschil tussen een dokter en een woekeraar? Nou, weet ik eigenlijk niet. Met die maskers op leken het net gieren. Ja, die maskers hebben ze op omdat ze bang zijn voor besmetting. Die neus zit vol geneeskrachtige kruiden. Dus als ze naar een zieke gaan, dan hebben ze zo'n masker op? Altijd. Wij zijn je Vlaamse ponden. Hm?
Kleren ook? En dan? Dit. Goedemorgen. Goedemorgen. Wachten. Open de poort. Nee, dat is mij verboden, heer dokter. Is niet waar. Ai, 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 ai. Maar we moeten naar buiten. Ik heb hier een zeer besmettelijk geval van acute huidverdorring. Hij moet zo snel mogelijk naar het pesthuis buiten de poort. Anders loopt de hele stad gevaar. Besmettelijk? Is het zo erg? Erger. Huh? Kent u de wapensmid Diederik Houthuis? Ja. Naar zijn hand. Verdord. Zijn hand. Zijn arm. Zijn hele lichaam. Verdord. Hij is besmet door een zieke die gisteren de stad is binnengeslopen. Besmettelijke zieke? Is hij soms hier langsgekomen? Ja. U hebt hem toch niet aangeraakt? Ja. Dit, hort is botanisch. Is er nog hoop? Misschien slepen we het erdoor. Ga direct naar bed. Ieder uur 1 liter zout water. En mocht je toch sterven, hè? Dan zetten we je lichaam op sterk water. Dan doe je de wetenschap. Dat is een hele troost. Poort staat open. Ze zijn gevlucht. Kom mee. Ben nog wat? Die molenaar mijn zwaard hebben gelaten. Molenaar? 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 Hey!
Jij kan... Wacht even! Dit zal je betaald zetten. Een volgende keer misschien. Vooruit! Nee. Vangen veel wind.